Is dit bij de Formule 1? Maar wat is ze aan het doen echt? Ze ziet eruit als een hond. En dat broertje is er gewoon klaar mee. Denk ik, maar hoezo ook die eieren? What the fuck? Nee, ja, het is gewoon leuk gedaan. Het is alleen, ik weet niet of ik het moet geloven. En aan de andere kant, weet je wel, als deze vrouw gewoon een carrière heeft met ASMR, Mike, shit, waarom moet deze jonge kerel dat weer saboteren? Laat haar zichzelf hoereren. 4 reten. Hé, hey, ik 5 reten voor die jongen. Ik vind het fucking grappig. Alle comments gaan over Wilco. Ja, dat is omdat wij zo oninteressant zijn. Maar Wilco, de mysterieuze man achter de schermen, hoe doet hij het toch? Hoe groot is zijn penis? Wat eet hij 's avonds? Hoe komt hij erbij? Wat een edits. Ik ben helemaal niet grappig, maar dankzij Wilco wel. Yeah! Wilco! Dank jullie wel. Dank jullie wel allemaal. Ja. 7,5 centimeter trouwens. Ja, dag. Godver. Ik denk even weg. Nee, je haar zit beter dan het mijne. Oh. Ik ga even dat ook doen. Zal ik hem op vertellen aan de mensen thuis? Ja, doe dat even tussendoor. Oké, jullie. Nou, ik was dus bij de bakker. Nou nee, wacht, overnieuw. Er is dus een mevrouw die is een beetje... Dat gaat niet goed. Sylvana, hoe was je weekend? Niet normaal. Echt niet normaal. Ik heb zo genoten. Het was fucking vet. Ik was er het hele weekend bij. En op een gegeven moment, toen dacht ik, fuck it, ik loop gewoon die grid op. En ik werd gewoon niet tegengehouden. Nee, dat snap ik. Ik werd gewoon niet tegengehouden. Terwijl ik mocht er eigenlijk helemaal niet heen. Dus toen dacht ik, wow, wat cool. Hier lopen gewoon alle coureurs en Toto Wolff. En toen ging ik gewoon even live. Ja. Toen ging ik zo even selfies maken met Christian Horner en met Toto. En, ja, ik was echt een fangirl. Echt maar cool. Mijn enige grote vraag, heb je Lando nog gezien? Lando Norris is vrijgezel. Het is dus uitgelekt en hij is dus weer vrijgezel. En hij staat ook alweer op Raya. Kwam Hamilton ook al een keer tegen op Raya. Dat is gewoon fake. Zal ik laten zien? Misschien komen Lando wat tegen. Oké, kijk! Holy shit, ik zweer het. Lando! Oké, ga liken, kijk wat hij doet. Wow, we zijn geconnect. Lando zit er lekker in. Laat ik het daarop houden. Maar ik bericht nog steeds wel. Ik vind het wel lachen. Ik ben wel benieuwd wat hij... Waar zit hij lekker in? Jongens, de Formule 1 was fucking vet. En er staan ook heel veel films op Duppert. Op de baan, jongen. Wat allemaal. Hè? Waarom doet hij dit? Jongen, hij gaat gewoon op de baan! Goed gedaan, ja. Ja, maar dit doet hij toch niet expres? Hij gaat gewoon op de baan! Hij rolde gewoon helemaal door, dat is volgens mij het probleem. Maar dat tevreden kopje inderdaad er terug. Wat een lul zeg, wat de fuck. Een mooie weerspiegeling van de Nederlandse samenleving. Ja, het is toch wel fijn dat die mensen uit het woonwagenkamp een keertje ergens anders naartoe kunnen dan... Ja, maar dat is een onderschat, want weet je hoe duur zo'n ticket is? Of Dylan heeft even geen kleding voor een heel jaar. Wat een lul zeg. Er werden ook nog vrouwen slecht bejegend, zo van... Bij de F1. Ja, bier over hun heen. Het is wel raar om een vrouw zomaar in haar billen te knijpen. Ik wil hier een grapje maken over Savannah de billen, maar ik doe het niet. Ik heb ook geen billen. Is dit de voorzitter van de Formule 1 Club? Dit is geweldig. Deze gozer heeft het helemaal voor elkaar. Alleen dat broekje, wat een hoer. Ik zag eigenlijk net niks. Ik vind het ook jammer dat je geen gezicht ziet. Dan is de filmer dus wel gewoon lief. Want... Ja, of de dumpert... Waarschijnlijk had ik dit ook gewoon moeten kunnen blurren als we een mailtje krijgen. Eh? Kun jij dat? Ik kan een hele hoop René. Vuurbal. Blur mij nu. Ik vind het een beetje waar. Blur mijn penis. Blur Sylvana. Die heeft al zoveel foundation op, dat is niet meer nodig. Kijk. Nou, zeg. Lief zijn, anders op dieven, ja. Sorry. Just a 4.5 second gap, 4.5.
Wat doet hij? Zo'n buggy spelletje aan het doen. Oh, dit is heel oldschool. Yeah. Hadden jullie vroeger een spelletje op de mobiel waar jullie echt helemaal verslaafd aan waren? Ik had Doodle Jump. Gast, ik had vroeger geen telefoon. Toen ik jong was, waren er geen telefoons. Er is ook een heel grappig filmpje, die heb ik vandaag ook gedeeld. Die stond op Dumpert. Over dat kereltje. Maar wat is jouw droom om te worden? Om een racecoureur te worden. Racecoureur. En wat is jouw droom om te worden? Wc-schrobber. Wc-schrobber, ook leuk hè? Alles is een true life. Jongens, veel succes vandaag. Wc-schrobber. Ja, maar dat kereltje die neemt hem gewoon in een maling en hij heeft het gewoon niet door of zo. Wc-schrobber, ook leuk hè? Hij luistert gewoon niet. Daar heb ik ook wel eens last van. Vijf reten voor mij. Ja, het was. Dit is vorig jaar, niet? Giga. Jesus. Ik dacht nog, hè, als er nu een terroristische aanval komt, dan zijn we fucked up. Nou, of niet. De bevolking met de minste IQ is dan inderdaad verdwenen. Hebben we nog meer Formule 1 filmpjes? Mag ook natuurlijk een andere sport zijn of geen sport. Wat is dit? Een trouwaanzoek? Oeh, ik denk dat Imke nee zou zeggen. Oh, dat vind ik leuk. Echt, knijp in je handjes. Ga niet vreemd. Hou deze dichtbij. Want een vrouw die ja zegt op een Formule 1 circuit, die vind je echt maar zelden. Ik zou ook ja zeggen op een Formule 1 circuit. Wat? Waarschijnlijk nee gezegd. Ze heeft nee gezegd. Maar ik heb dus toch weer gelijk. Want inderdaad zijn er geen vrouwen te vinden die ja zeggen op het circuit van Zandvoort. Precies. Ja, maar behalve dit... jij. Nou, we hebben het leuk gehad. We hopen dat jullie ook allemaal hebben vermaakt. Formule 1, geweldige kijksport. Niks zo spannend. Vijf reten voor de Formule 1. Alsjeblieft, ik ga op een normale manier met jou mee. Kom maar naar de auto. Kom maar naar de omdraaien. Niet omdraaien. Lekker. Doe die dingen niet, broer. Nee, doe die het werkt, voor wat doe je dit? Ja. Maar heeft hij geen pijn? Voor wat doe je dit? Voor wat doe je dit? Luister nou, ga die dingen niet doen bij mij. Nee. Niet doen, gewoon op een normale manier doen. Gewoon op een normale manier, dan krijg je alles ook van mij. Was dat nou nog even? Zo van, oh, van mij doet het er niks. Even de stroom nog een keer. Dat is ook van mij. Die guy, die doet me een beetje denken aan die van Blikje in de Water. Die is ook zo heel chill van ja, ik ga met jullie mee naar het politiebureau. Ja. Kom maar mee, jongens. Ik ga jullie mee. Ja? Ja. Kom eens. Ja. Kom, ik ga op een normale manier met jou mee. Kom maar naar de auto. Kom maar naar de omdraaien. Omdraaien. Maar deze guy heeft ook zoiets van, jongens, ik ga lekker met jullie mee. En zodra hij dat zegt, is het pak! Ik ben voor hem, ik vind hem lief. Ja, maar wat heeft hij gedaan? Misschien heeft hij hiervoor wel... kinderen verkracht. Kom maar naar de auto, kom maar naar de omdraaien. Maar het is wel echt super episch dat gewoon iets als een these dat zo is van, ja... Heb je nog meer? Heb je anders een gun of zo? Kun je me anders niet kelen zodat ik geen adem krijg? Is dat misschien een oplossing? Lekker, doe die dingen niet, broer. Is die taser niet gewoon kapot? Kapot? Ja. Dat kan ook, ja, zo'n AliExpress taser. Weet je, dat moet toch bezuinigen. Het werkt, voor wat doe je dit? Voor wat doe je dit? Wil eigenlijk ook langs deze man. Ken je deze man of ben je deze man? Stuur dan nu een bericht naar oproepje@dumpert.nl. En wie weet kunnen we samen deze man vinden. Blijf nog steeds heel leuk vinden dat jouw S en een Z gewoon altijd een beetje geswitcht worden tussendoor. Kan ik dat dan steeds niet de S en de Z? Samen. Samen. Samsung? Samsung? Hey! Zo is het? Dat was wel goed, dat is goed. Lekker, doe die dingen niet, broer. Nee. Goeie video. Onverwacht. Schokkend. Het taste naar meer. Het had ook spannender kunnen aflopen. Kom mee. Waarom ben je nou aan het taseren? Voel je... Zijn jullie wel eens getaserd? Vliegenmapper. Ja, dat je dan al je broertjes gaat mappen ermee. Ja. Ah, dat is echt kut, ja. Als je vliegen te lang op dat ding laat roosteren, dan gaat het echt stinken. Echt. Dan gaat ook knetteren. Ja, klopt. Het voelt ergens wel nice, want dat beest heeft je heel lang in de weg gezeten. En dan is je jacht dus eindelijk ten einde. En dan hoor je het karkas van dat beestje hoor je lekker knetteren. Misschien is dit inderdaad wel tijd dat ik ook lekker heb zorgen. Oh jee. Oh jee.
Oh my god. Oh, dit gaat denk ik. Dit is wel een mooie move. Hij is een soort hele flexibele kikker. Kijk dan. Zou het gewoon echt heel koud zijn in die sportschool dat hij zijn capuchon op heeft? Of heeft hij gewoon enorme flaporen? Hij heeft wel de juiste kleur broek aangetrokken. Waarom? Hij heeft een blauwtje gelopen. Perfect! Dat is wat anders. Hij heeft een blauwtje gelopen. Dat is toch misgegaan? Nee, een blauwtje loop je als je een vrouw wil versieren. Die knijpt er in de kont als ze in de rij staat en dan wil ze niet. Hij heeft een blauw broekje en hij loopt dus een blauwtje. 5 reten voor Sylvana, gewoon omdat het een lieve meid is. Wat een bizar geluidseffect. Oh nee! Wauw! Huh, maar dit ging niet goed. Bruh. Nee! Nee! Oh kijk, geen doden, 10 gewonden, 6 naar ziekenhuis. Die witte maakt echt een goede klapper, jongen. Die gaat zo helemaal horizontaal. Is het racistisch om dat muziekje eronder te plakken? Oké, okay, let's go. Een band op een kampvuur. Oh nee, man. Ik denk niet dat die knalt. Hoor. Ja. Hoi. Oh, dit vind ik echt een grapje. Dit is hoe we zijn geband op YouTube. Volgens mij zegt hij ook nog stilletjes kanker en daarvoor 5 reten. Ja, dit is gevet. Total Los Festival van Snollebollekes. Bedankt weer voor de uitnodiging. Jij was toch niet gegaan. Je had alleen maar lopen klagen en drukte. En je had je pet opgedaan en je was chagrijnig geworden. Treurige gast zeg, zegt de Vries Henk. Is dat gewoon een grap omdat het treur heet? Wauw, daar had ik serieus nog niet over nagedacht. Maar ik denk het wel. Ik dacht altijd dat René een zuur persoon was. Het kan overduidelijk nog vele malen erger. Plus 1 voor de regen. Hij is helemaal niet zuur, hij is gewoon kritisch. Ik vond Willem Treur echt heel lief. Nou, dat vind ik dan niet de juiste term. Klobberklots schrijft, heeft hij nou Ginger Lion merchandise aangetrokken? Wie gaat dat nu kopen? Niemand. Maar daar gaat het niet om. Ik heb er gewoon nog 40 over of zo. Dus ja, ik kan dit gewoon elke week aan. Maak een klamme. Nee, want ik wil ze zelf houden. Ik wil ook niet dat jullie het kopen. Ga weg. Goddomme, wat heeft Sil een stel gespierde benen. Lekker bezig. Nou, ik heb gevoetbald, dus ik denk dat dat het is. Ah, ik heb kuit, joh. Oh. Ja, op je stek. Ja, ik fiets elke dag de Erasmusbrug over. Kijk. Ja. Ja. Wat zit je te lachen? Sil, je kunt Fall Guys helemaal niet uitspelen. Zeg. Maar je kan hem wel winnen. Ik zit hier midden in een soort circus act. Dit is Sylvana van het weekend. Ja, ik wil zeggen knijtlamp zondag. Laat je kut zien, wat zijn nou? Oh, nee. Heb jij dit tegen vrouwen geroepen? Nee. Zijn die klachten, nee. Die klachten komen door haar? Nou weer een vraag. Laat je kut zien of je valt op dieren. Ja, dat zei je de hele tijd. Sylvana is echt een vent als ze dronken is. Maar echt. Die gaat schreeuwen, die gaat boeren. Die gaat aan je zitten. Echt, het is echt verschrikkelijk. En dan morgen weer klagen dat er iemand aan de reet heeft gezeten. Het was gewoon een struik. Oké. Okay. Oh! Wat is dat? Een krakje. Inhale. Ah ja, Meeuws. Waarom zou je dit willen? Inhale. Exhale. In ja, dan moos. Wat is dit? Een soort reaguur uit Maleisië. Dit is echt je portie, what the fuck? Sommige mensen zitten wel echt gewoon helemaal scheef in hun wervels en dat soort shit. En dan als ze dan geknakt zijn, dan zeggen ze, oh, ik voel me zo lekker. Ja? Maar ja, ik heb gewoon geaccepteerd dat ik krom, scheef en scheel loop. Nou, ik heb wel eens dat ze dat bij massages deden. En ook gewoon zo die vingerkootjes pakken ze dan altijd, knooi, knak. Ik heb nog nooit een massage gehad.
Nee? Blijf van me af. Kun jij live massages geven volgende week? Stuur dan een berichtje naar rene@dumpert.nl. En kom langs. Ja, het is een pijpbeweging, kijk. Oh, ik vind het een beetje een flauw grapje, maar ik vind het wel een super lekker wijf. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. Gooi koffie over me. Oh, maar heb je pijn? Ik ging een beweging maken en ja, dat het moet is, ik dus niet doen. Wat heb jij een chic broekje aan vandaag? Goed hè? Er zitten in ieder geval 2 mails van in de 40, die zijn echt geil op mij, jongen. Echt? Ja. Dus dit is voor jullie, dames. Ligt u open? Wilt u het even laten zien, meneer? Wilt u even uw hand laten zien? Bij deze, meneer ligt dus daadwerkelijk open. Ik weet niet hoe we dit op gaan lossen, beste politiemensen, maar dit kan echt niet meer. Ik ben het wel met meneer de filmer eens. Maar hoe komt hij aan dat bloed ineens dan? Wat gebeurt er precies? Ik zie waar heeft hij dat? Wat is er dan gebeurd? Het is wel echt asociaal om met scooters die volgens mij ook 50 kunnen, met die gele kentekens, over de stoep te gaan rijden. En hoezo, weet je wel, waar is de politie dan inderdaad voor dit soort shit? Wat ik ook niet begrijp, in mijn straat, waar ik woon, er staat zelfs een filmpje op van Dumpert. Dat is nog steeds gaande, dat mensen met zoveel tyfus herrie door die straat heen rijden. Waarom worden die mensen niet opgepakt? Hoe moeilijk is dat? Ik hou hier niet van. Ik krijg hier een klein plassertje van. 2 reten. Ik heb nog nooit wat gebroken. Echt? Oh, dat heb je al verteld. Ik ben wel een keer naar het ziekenhuis geweest omdat ik dacht dat mijn vinger gekneusd was. Maar toen keek die dokter me aan van nee, wat? Toen moest ik weer weg. Ben jij een nerd? Zo ben ik dan weer een nerd? Je gekneusde vingertje. Vlug, nu is ze nog warm. 3 reten. Ik vind wel dat ze er mooi uitzien, die meisjes. Dat leuke groene outfitje vind ik leuk, blauwe outfitje. Hele leuke outfitjes. Waarom zien die Nederlandse wijven er altijd zo goor uit? Oh, if you have fucking gun, you and your small dick and your pussy way of killing animals. Ik vind het wel iets sneus hebben om dan gewoon hier je plofkip te gaan zitten afleggen. Het is wel heel erg provocerend, hè? Maar... En die mensen hebben gewoon gelijk, weet je wel. Er was laatst een stuk. Wat wordt per dag 1,5 miljoen kuikens vermoord of zo in Nederland. En 50.000 var. Het is ook niet normaal. Het is ook echt niet normaal. Maar, zeg maar, er zit vaak een grens, hè? Want dit is echt een don't stick your dick in crazy. Dit is zo'n chick. Nee, je moet het niet meer naar huis dit gaan. Dit is echt heel eng. Maar die daarachter. Miljoen reten. Top. Met 2 keer closer. Go. Oh, no, oh, I'm so sorry. This accident. Ik heb wel echt het idee dat, weet je wel, Dumpert is natuurlijk ook voor een deel oorzaak van domheid. Maar dat door TikTok en Insta en zo mensen gewoon zulke domme fake ass shit gaan lopen doen. Maar is dit toch niet fake? Pranks, 0 reten. Pranks, 0 reten. Did you know you can use light to push things? Electromagnetic radiation exerts a force called radiation pressure when it hits an object. This concept is even used to propel a kind of spacecraft called a solar sail. So if I had a strong enough laser and a sensitive enough light switch, theoretically I can turn off the lights without even having to leave my bed. Ja, ik heb gewoon Google. Ja, ik zeg gewoon hey Google. Heb je Google? Lampen uit. Echt? Wat chill. Ja.
Oh ja, wat leuk. Hey Google, lampen aan. Hey Google, speel Op een onbewoond eiland van Kinderen voor Kinderen. Hey Google, bel 1-1. Hey Google, laat een scheet. Hey Siri, bel 1-1. Hey Google, zoek op 12-jarig meisje wordt ge... Dat was het alweer. Dit was het alweer. René, je hebt het ontzettend goed gedaan. Jij ook. Dankjewel. Ja, misschien hebben we volgende week wel een gast. Maar misschien ook niet. Gooi even wat leuks in de reacties. Druk op like. Druk op volg. Stuur ons je beste challenge en pranks. En wie slide weet... bij Sylvana in de DM. Gooi die dickpic. Nee, ga helemaal los. Nee. Ik doe het ermee. Ik doe het.